Party with Jeff. Hi Jeff. My name is Jeff. My name is Jeff. Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe vlog op Kortom. Vandaag ga ik gewoon wat dagelijkse dingen doen in Amerika. En ik neem jullie mee. Ik heb net al wat cornflakes gegeten. En ik ga nu nog een glaasje water maken en daarna zwem ik even. Daarna spring ik even in het zwembad. En ja, ik neem jullie mee. Dus let's go. Kijk deze vlog. Ik heb nog niet heel veel plannen voor vandaag, maar wat ik in ieder geval ga doen is het volgende. Ik ga met gastvader Jeff naar Target. Dat is een hele grote soort van Amerikaanse supermarkt. En in de Target werkt Mike, een hele goede vriend van hun en een soort van ja, oom van mij tijdens het jaar dat ik hier was. En ja, we gaan even langs, want hij is daar opticien in de Target. En we gaan gewoon even hoi zeggen en dan gaan we wat boodschappen doen. En het is allemaal super Amerikaans, dus ik neem jullie lekker mee en nu ga ik zwemmen. Wow, ik kijk net op mijn mobiel en ik zie dat het nu 32 graden is. En eerlijk gezegd, voor de gewoontes van Tennessee is dat nog best wel aan de koude kant. Het ligt hier namelijk op dezelfde lijn als Marokko, dus het wordt hier echt heel vaak 40 graden en zo. Maar gelukkig hebben we een zwembad in de tuin. En ja, dat ga ik heel goed gebruiken tijdens mijn verblijf. Ik moet alleen even kijken of ik nu wel tijd heb om te zwemmen. Want ik weet niet wanneer we vertrekken naar de Target. Even kijken. Wauw, de zon. Ik moet echt een zonnebril op gaan zetten. Ik heb jullie trouwens nog steeds niet helemaal goed voorgesteld aan mijn gastouders. En ja, ik wil eigenlijk niet gelijk die camera bij hun gewoon in het gezicht duwen. Dus ik ben even aan het kijken wanneer ze zelf zin hebben om in beeld te zijn. En dan zal ik ze aan jullie voorstellen. Ja, en anders is het ook een beetje raar, want ik vertelde heel het over hun. Maar ja, jullie kennen ze nog niet echt. Behalve dan uit de Draw Mine America verhaal video die je zeker gezien moet hebben. Maar mijn andere gastvader, Clint, is trouwens nu op zijn werk. Dus Jeff is nu alleen thuis. Dus misschien gaan jullie Jeff vandaag een soort van kort ontmoeten. Oké, ik heb ongeveer 5 minuten om te zwemmen, dus laten we gaan. Lekker! Ik en Jeff gaan nu naar de supermarkt Target en dit is Jeff. En ik mag hem officieel filmen nu. Dat is een van mijn gastvaders en Clint is nu op het werk en wij gaan naar Target. Toen ik hier woonde in 2011-12 mocht ik nog niet rijden. Dat mocht niet van de organisatie, maar nu wel. Dus ik ga lekker rijden en Jeff gaat me even in de gaten houden. En als dat goed gaat, mag ik over een tijdje hier alleen rondrijden. We zitten nu op de snelweg richting Nashville. Want we gaan Mike even opzoeken die in een ander stadje richting Nashville woont. En ja, zo ziet de highway er ook weer uit. Kijk maar eens. Het lijkt heel erg op, maar het is ook wel een beetje anders. Zoals je daar ziet is de Tennessee echt heel heuvelachtig. Heel mooi landschap. Je hebt hier ook de Smoky Mountains en zo. Dus ja, mooi. We lopen nu door de Target en je hebt hier echt gewoon alles. Je hebt gewoon vloerbedekking, kleding, ja, gewoon voedsel. Je kunt hier waarschijnlijk ook nog de banden van je auto laten vervangen. Het is echt heel bizar. Het is echt, ik denk bijna net zo groot als de Walmart, waar ik zeker ook nog naartoe ga met jullie. En ik zit nu bijvoorbeeld in de lampen department en het is echt bizar hoe je gewoon alles kan hebben in één winkel. Echt, what? En je hebt hier zelfs een opticien en daar werkt Uncle Mike en die komt daar nu aanlopen. Kijk maar. How are you doing today? We hebben even met Mike gepraat en nu hebben we echt het hele karretje volgeladen met echt heel veel eten dat ik wel mag hebben met mijn allergie, glutenvrij dus. En nu ga ik jullie een beetje laten zien van Target. Hier achter mij heb je de hele area met zeg maar brood eigenlijk. Alleen maar brood, groenten. Ja, dat is. En dat is echt maar een heel klein stukje van de hele winkel. Een van de dingen die ik jullie graag wilde laten zien is de groentekraampjes hier. Die hebben dus een soort van sprinkler systeem. En er komt dus heel het water over al die groenten heen gespoten. En dat heb ik persoonlijk in Nederland nog nooit gezien. Maar ja, ik weet niet of dat er nu gaat gebeuren. Maar eens in dezelfde minuten komt er dus water uit.
Wow, mensen, kijk hoe groot het is. Er komt echt gewoon geen einde aan. Ik weet niet of dat jullie het goed kunnen zien, maar hier achter mij zie je pharmacy staan. En ze hebben hier dus gewoon een apotheek in de supermarkt. Een opticien in de supermarkt. En deze supermarkt is gewoon zo groot als 10 keer een grote Albert Heijn. Het is echt heel bizar. Ik mag hier eigenlijk niet filmen, dus ik doe een beetje stil. Maar hier kun je goed zien hoe groot deze hele winkel is. Ik ga het je nu even laten zien. En dat is dus alleen maar de breedte. En dan moet je nagaan, heb je ook nog de lengte. Het is echt zo super groot. Echt niet normaal. Het is echt heel grappig. Oké, mensen, dit vind ik helemaal grappig. Je hebt hier zoveel verschillende soorten toiletpapier. Het gaat gewoon helemaal nergens meer over. Kijk, aan deze kant heb je dus gewoon toiletpapier. Ik ga even rennen, hoor. En dan kom je om de hoek en dan zie je dit. Allemaal toiletpapier. Kijk, allemaal toiletpapier. Toiletpapier, toiletpapier. Ik zeg het je al, allemaal toiletpapier. Je hebt hier denk ik gewoon meer dan 100 verschillende soorten toiletpapier. Het is echt heel bizar. We zijn nu dus aan het kijken naar bevroren breakfast sandwiches. En hier heb je dus gewoon een croissant met een soort van hamburger erop. En ei en kaas. Klinkt wel lekker, maar niet bepaald Hollands. Mensen, toen ik nog naar Seagull High School ging, vond ik deze zo lekker. Ik at ze de hele tijd. Het zijn dus een soort van peanut butter jelly sandwiches. En oh mijn god, zoveel jelly, zoveel peanut butter. Lekker wit klefbrood. En het klinkt echt vies, maar ik vertel je, het was zo heilig lekker. De meeste van jullie hebben hier waarschijnlijk echt helemaal niks aan. Maar ik ga toch even zeggen, voor de mensen met glutenallergie, wow, Amerika is echt een hemel. Ik heb nog nooit zoveel honderden producten gezien waar gewoon keigroot glutenvrij op staat. Hier in Amerika zijn schijnbaar zelfs mensen die niet allergisch zijn bang gemaakt of bang geworden voor gluten, geen idee. Maar wow, het maakt mij heel blij, want ik mag het niet hebben en party. Party with Jeff. Hi Jeff. Hey. Hi. Mijn naam is Jeff. Mijn naam is Jeff. Minion Swiffers. Als dat het schoonmaken niet leuk maakt, dan weet ik het ook niet meer. Iedereen houdt van die Minions. Ik wil die film zien, ik heb hem nog steeds niet gezien. Amerikanen maken kiezen echt wel heel moeilijk, moet je kijken. Een beetje Listerine, maar ja. Mondspoelmiddel. Zoveel verschillende soorten. Of wat dacht je van bevroren voedsel voor je kat of hond? Een hele vriezer vol, mensen. What? Wow. En dat is serieus maar 1/3 van deze hele winkel. Oké, mensen, het hele karretje zit vol. Kijk hier maar eens. En daarachter mij heb je de Super Target. En daar hebben we net boodschappen gedaan. En nu ga ik alles in de auto laden. Nou mensen, dit was dus de Target. Het zou kunnen dat jullie deze winkel al kennen van de viral hashtag AlexFromTarget. Zelfde winkel en ja, we gaan nu weer terug naar Murfreesboro. En dan ga ik even kijken wat ik daar allemaal ga doen. We zijn thuis aangekomen en ik heb een blueberry muffin, dus echt heel lekker. Maar bij een van mijn meest favoriete Amerikaanse etenswaren / snoep zijn deze M&M's gevuld met pindakaas. Mensen, dit is zo heerlijk. Echt niet normaal. Het lijken dus gewoon op normale M&M's, maar dan iets groter. En als je ze doorbijt, zit er dus pindakaas in. Kijk maar eens. Ik weet niet of je het kan zien. En het is echt zo lekker. Ik kan deze de hele dag door eten. Echt niet eens een grapje. En voor het middageten ga ik nu een wrap maken. En wat ik erop ga doen is kalkoen, hummus en nog wat dingen. Ik ga het je gewoon laten zien. Er zit nu kalkoen op en nu gaat de kaas erbij. Als je het in Amerika over kaas hebt, dan heb je het meestal gewoon over cheddar kaas. Want de Nederlandse kaas kennen ze hier sowieso niet. Dus dat gaat erop. En ik ben een beetje aan het improviseren, maar dan nu een beetje van de Sweet Baby Ray's barbecue saus. Come on! En
En nu gaan we oprollen en verwarmen. En dit is niet heel gezond en ik wou er eigenlijk nog groente op doen, maar ik kan gewoon geen groente vinden. Volgens mij hebben we geen groente in huis op het moment. Dus ik ga hem gewoon oprollen en in de magnetron doen of in de oven om hem even op te warmen. En dan laat ik je zo zien hoe hij eruit ziet. Mensen, hij is klaar en hij ziet er zo uit. En ik denk dat hij heel lekker is geworden en ik ga het nu proeven. Heet. Heet. Oeps, dat was een beetje warm, maar ik heb nu een klein stukje een beetje afgekoeld en... Mensen, dit is een aanrader. Dit is echt heel lekker. Het is echt stikheet, dus ik ga even zwemmen. Jeff zit ook in het zwembad. En misschien komen er ook nog wat vrienden over later. En wow, dit was heel Amerikaans dat ze overkomen. Maar dat zeg je in het Engels dan. En trouwens, wat ik me afvroeg, als jullie nog iets hebben van wow, dit moet je echt nog doen tijdens je verblijf in Amerika. Een soort van winkel bezoeken, winkelcentrum bezoeken, iets heel Amerikaans doen, noem maar op. Gewoon iets dat je alleen maar hier kan doen of kan zien en niet in Nederland. Dan moet je hieronder even een comment achterlaten. En wie weet als het heel veel likes krijgt of ik het heel leuk vind, dat ik het dan ga doen. Dus doe dat vooral, alles wat in je opkomt dat Amerikaans is en dat ik alleen maar hier kan doen. Of dat hier leuker is, zet een comment hieronder neer en wie weet. Ik ben net klaar met zwemmen en daarachter mij zie je dat Clint ook inmiddels thuis is van zijn werk. En ah fuck, iets steekt mij. Ik denk een mug of zo, geen idee. Maar hoor je al die beestjes hier? Hoor je dat? Echt zo'n relaxed geluid. Ik weet niet waarom, maar er zitten hier gewoon heel veel beestjes en... Het is hier heel rustig en iedereen heeft een hele grote tuin en iedereen woont heel uitgespreid en ik sta nu op een duikplank, maar ik ga die camera niet meenemen in het zwembad. Maar ja, lekker gezwommen en lekker aan het genieten van de zon die inmiddels aan het ondergaan is, helaas. Maar morgen is die er weer en dit weekend wordt het schijnbaar echt iets van 35 tot 40 graden, wat niet verkeerd is met zo'n zwembad. De temperatuur buiten is nu iets meer te harden en we hebben net eten klaargemaakt. Althans, hun hebben eten klaargemaakt. Ik heb een beetje geholpen. En vandaag eten we het volgende. We eten mashed potato, pork chops, asperges en creamy corn. En ja, dat is hoe ze hier mais klaarmaken in het zuiden van Amerika. Want ja, etenstijlen zijn natuurlijk door heel Amerika weer anders. En hier doen ze het op deze manier. Maar daar vertel ik jullie later nog meer over. Over de dingen die ze in het zuiden eten. We hebben lekker gegeten en we hebben toen nog een beetje gekletst, een beetje tv gekeken. En dat was het dagje eigenlijk alweer. En ja, ik hoop dat je het een beetje leuk vond om naar te kijken. En ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken van deze vlog. Als je het leuk vindt, vergeet dan niet te abonneren, een duimpje omhoog te doen. En al je vrienden over mijn kanaal te vertellen. En ik zie je gewoon weer in de volgende vlog. En dan gaan we weer iets anders doen. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog. Doei!